In Bibliotheek Gelderland-Zuid is donderdag een opvallende expositie gestart. De tentoonstelling gaat namelijk over problemen bij het lezen van bijsluiters van medicijnen. Dat lijkt misschien overbodig, maar 1 op de 9 Nederlanders is laaggeletterd. Ja, met kunt u dat even uitleggen? Willen we als apothekers aandacht vragen voor het probleem waar laaggeletterden soms mee kampen. En dat is dat ze moeilijke en ingewikkelde informatie niet makkelijk tot zich nemen. En vandaar dat we als apothekers het belangrijk vinden om en in de apotheek bij apothekers en apothekersassistenten extra aandacht te vragen voor die extra uitleg die laaggeletterden nodig hebben. En ook een bijdrage te leveren aan het vergroten van het bewustzijn over laaggeletterdheid. Want er zijn heel veel mensen die daar last van hebben. 1 op de 9 Nederlanders heeft te maken met laaggeletterdheid, heeft moeite met lezen en schrijven. Ja, vaak zie je gewoon niet aan de buitenkant of iemand dat probleem heeft. En dat is ook het lastige van hoe herken je dat ook. En voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, moet je soms ook wel een drempel overgaan om daar open voor uit te komen. We hebben trainingsprogramma's voor apothekersassistenten. En hier op deze expositie kunnen mensen, als u en ik, gewoon proberen van waar gaat het eigenlijk om? Omdat het van belang is dat we niet alleen in de apotheek, maar ook overal waar we zijn, meer bewust zijn van dat mensen dat soort problemen hebben. En we laten zien dat gewone mensen die problemen hebben. We hebben bijvoorbeeld een wachtkamerboek ontwikkeld waarin mensen ervoor uitkomen dat ze die problemen hadden. Ze die ook achter zich hebben gelaten. En aan de ene kant willen we daartoe uitnodigen dat lotgenoten daarin een stimulans vinden om toch misschien op latere leeftijd moeite te nemen om het lezen en schrijven alsnog onder de knie te krijgen. En aan de andere kant onszelf een spiegel voor te houden dat datgene wat we misschien normaal vinden niet altijd vanzelfsprekend is. We hebben een e-learning die eigenlijk voor apothekersassistenten is. Maar je kunt dat ook als gewone Jan Publiek proberen van hoe dat is. Of je herkent wat je daaraan kunt doen. Er is een experience center waar je ziet van wat betekent nou eigenlijk laaggeletterdheid als dat je jezelf overkomt of iemand in je omgeving.